stars. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Welkom bij deel 5. Stonden we in het vorige deel nog bovenop de Stelvio-pas, nu moeten we weer naar beneden. Maar ook dat is geen straf. Kijk toch eens naar dit landschap en de uitzichten. Bij Casa Cantoniera della Stelvio sloegen wij rechtsaf, de Umbrailpas op, richting Santa Maria Val Mester. In vroegere tijden vormde deze pas de verbinding tussen Finchau en het Val Talinda. De weg is al in 1901 aangelegd en heeft 34 haarspeldbochten door nagenoeg onbewoond gebied. De maximale hellingspercentage is maar liefst 14%. Al is dat op de video niet zo goed te zien. Op dag 11 hebben we de Kaunertaler Gletscherstrasse gereden. En net als een aantal jaren geleden was het weer een rotzooi aan het begin van de straat. Het lijkt wel of stenen en modder elk jaar bezit nemen van de weg. En dat er vervolgens weer moet worden opgeruimd. Wat een smeerboel. De Kaunertaler Gletscherstrasse is een van de mooiste hooggebergtewegen van de Alpen. Kaunertal ligt in Tirol, in het district Landeck. Het dal wordt omringd door bergen met hoogtes van 3000 meter en hoger. Kaunertal is relatief rustig en lijkt nog niet echt ontdekt door het toerisme. Tussen 1961 en 1964 werd in het achterste deel van het Kaunertal het stuwmeer Kapatsspeicher, oftewel Kapatsstauzee, aangelegd. Vandaag de dag is het stuwmeer een ware bezienswaardigheid waar je langs rijdt op weg naar de Weisseeverne Gletscher. De weg lijkt vervolgens mooier en mooier te worden. En dit is nog maar het begin. Alles is supergroen en langs de weg hoor je het luid het water naar beneden stromen in de beek. Eigenlijk alleen hieraan merk je dat je op deze plek al behoorlijk stijgt, zonder het daadwerkelijk door te hebben. Even later komen de eerste haarspeldbochten. De eerste van in totaal 29 bochten die allemaal worden aangegeven op de kaart die we kregen bij het tolhuisje.
Om de Kaunertaler Kletscherstrasse te rijden moet tol worden betaald. Dit kan bij het tolhuisje wat je na een paar minuten vanzelf tegenkomt wanneer je vanuit het centrum van Vijchten de weg volgt richting de Kapatsstausee. Voor de motor betaalden we elk 18 euro. Eenmaal aangekomen bij de Kapatsstausee zien we voor zo'n 6 kilometer geen haarspeldbochten. Precies de lengte van het 2,6 vierkante meter grote stuurmeer. Het uitzicht over het water is prachtig, met de besneeuwde bergtoppen in de verte. Op de 26 kilometer die je aflegt op de Kaunertaler Kletscherstrasse is het hoogteverschil uiteindelijk ruim 1500 meter. En dat merk je zo nu en dan. Vooral wanneer je een aantal haarspelbochten achter elkaar hebt met hellingspercentage rond de 12%, schieten je oren een aantal keren dicht. Maar wat is het uitzicht mooi!
Rond de 2000 meter hoogte kom je de laatste dennenbomen tegen. De weg slingert er zich met talloze haarspeldbochten tussendoor. En dan is het over met de bomen. Rotsachtig landschap komt ervoor in de plaats. Groene weides, beekjes met snelstromend water, watervallen en besneeuwde bergtoppen. Een lust voor het oog, werkelijk waar. Wat is de zomer toch mooi in de bergen en wat een geweldige rit hebben we. Recht vooruit zien we sneeuw op de bergtoppen. Dit jaar een stuk minder dan anders. Een teken dat het toch wel wat warm op aarde wordt. En dan gaan ze het dit laatste stukje ook nog spannend maken. Slechts één weghelft en dan ook nog langs de afgrond. Jenny had natuurlijk de grootste lol. Ik minder. Daar zijn we dan, op de top. 2750 meter boven de zeespiegel en vlak bij de gletsjer. Tijd voor koffie. Ja, een hele oude.
Na de koffie en een shoptoertje moesten we natuurlijk ook weer naar beneden. En eigenlijk is dat nog mooier, omdat je dan van die prachtige vergezichten hebt. Kijk maar eens. Onderweg kunnen we gewoon met elkaar praten. Wij hebben de Senna 10 ingebouwd in onze helmen en die werken op Bluetooth. We kunnen tot een kilometer uit elkaar rijden en hebben dan nog steeds verbinding. Sommigen vragen ons wel eens waar we dan over praten zo onderweg. Nou, eigenlijk over van alles. Wat we zien onderweg, het weer, andere weggebruikers enzovoort. En natuurlijk kun je elkaar waarschuwen als er bijvoorbeeld zand of olie op de weg ligt. Ook is het makkelijk om af te spreken ergens een bakkie te doen of een broodje te eten. Kijk toch eens wat een prachtige natuur. Stromende beekjes met kristalhelder, maar ijskoud water. Hoe lager we komen, hoe groener het wordt. Voor we het weten zijn de dennenbomen er ook weer.
een kleine weg voor je hebben. En daar hebben we de Kapatstauzee ook weer. Een prachtig gezicht zo van boven. Nog even en we rijden er weer langs. Genieten jullie mee? In deel 6 nemen we jullie mee naar Samnang in Zwitserland en laten we Proet zien. Zien we jullie dan ook weer? Leuk dat je deze video tot het einde hebt bekeken. En als je nog vragen hebt, schrijf het dan bij het commentaar en wij beantwoorden die dan. En als je deze video leuk vond, ondersteun ons dan met een duimpje. Of abonneer je op ons kanaal, dan zien we je weer in de volgende video.